Oké, ik moet nog iets sneller, want ik moet zo mijn zusje aflossen beneden. Een sleutelhanger. Leuk. Er staat Bookworm op. Dan heb ik nog een rok. Dit is hem. Dat is eigenlijk hetzelfde soort idee als die panter die ik heb. Alleen dan is mijn bloemetjes. Het is precies hetzelfde idee, want er zit ook zo'n split in. Prima. Dan heb ik iets roze besteld. Een topje. Ik wilde hier dus graag een bijpassende broek bij. Maar die was iedere keer uitverkocht. Of ik vond het te duur. Of ik wist niet. Ik twijfelde te erg. Dus ik heb nu alleen het topje. Ik weet niet of ik hem pas. Maar het is van de basic lijn. Dus wel lekker stretchy. Dus moet wel. Dus echt fel roze. De camera lijkt het iets minder. Maar dan heb ik. Wat is dit ook alweer? Ik denk dat dit oorbellen zijn. Maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Of een ketting. Zal mij benieuwen. Dan heb ik pas voor mijn nieuwe slaapkamer tussentje besteld. Die ga ik nog heel even dicht laten, want dan wordt die zo snel vies. Maar een madeliefje dus. Vond ik heel schattig. Daar heb ik hem ook besteld. Deze ga ik ook nog even dicht laten zitten. Want die ga ik straks mijn make-up borstels op doen. Dus zo'n make-up borstelhouder. En moet je zelf nog wel even in elkaar zetten. Maar dat valt eigenlijk altijd best wel mee. Dan heb ik 3 van die standaardjes gekocht. Eentje daarvan ga ik mijn zus geven. Nou ja, aangezien ik de zwarte spaar, krijg zij de witte. Want ik heb haar namelijk dus oorbellen gegeven. En zij weet anders niet waar ze die misschien moet laten. Dus vandaar dat ik eventjes dat ik er ook eentje voor haar bij heb besteld. Dan is dit van mijn zusje. Dit zijn ringen. Die ga ik ook even dicht laten zitten. Ik kan even niet anders, sorry. Dit is een paddenstoelketting. Ga ik ook even dicht laten zitten. Dan heb ik een enkelbandje en een armband van Pride. Die ga ik ook even allemaal dicht laten zitten nog. Doe ik allemaal straks op mijn gemak. Dan heb ik een broekchain besteld met paddenstoeltjes eraan. Heel mooi, denk ik. Ga ik ook even op mijn gemak even aan uitpakken. Dan heb ik vast voor een oud en nieuw Happy New Year oorbellen besteld. Dit is voor mijn zusje dus een topje. Die ga ik even nog dicht laten, want als ik hem nu in de tuin laat zien, dan weet je dus al misschien wat ze krijgt. Dan heb ik voor mijn zusje van die Barbie oorbellen besteld. Ik vraag me niet waarom, ik vond het leuk. Dan heb ik voor het inpakken van mijn zusje cadeautjes ook nog unicornzakjes besteld. Dan heb ik hier iets. Oh, dit is mijn Pennywise shirt. Heel benieuwd naar. Dit is een disc. Ga ik waarschijnlijk naar Walibi Friday Nights aandoen. Oh, hij is echt heel mooi. Hij is wel groter dan ik had verwacht. Maar dat maakt op zich niet uit. Ik ga het straks allemaal op mijn gemak passen. Dan heb ik een pyjama besteld. Ook heel leuk. Nou, als ik hem open krijg, zou dat ook heel leuk zijn. Dit is het topje. Het ziet er wel klein uit. En dit is de broek. Prima. En dan heb ik vast van Runway Kawaii Lijn een choker besteld voor Heroes Made in Asia. Ik heb ook zo'n hoofdband besteld voor mijn klaarmaken. Weet je wel, voor het klaarmaken van. Ik dacht ook, misschien ga ik die aan mijn zusje geven, maar ga ik niet doen. Dan heb ik nog paddenstoeloorbelletjes, knopjes. Daar had ik er nog niet zoveel van. Nee, even serieus niet. Dan heb ik vast van de Runway-lijn ankertjes gekocht voor een van mijn kawaii-cosplay dingen. Dan heb ik paarse paddenstoeloorbellen besteld. Deze had ik al een keer in het rood, maar ik wilde dus ook een keer paars. We zijn er bijna. Deze tas. Dan moet ik zometeen alles nog opruimen, maar dat doe ik straks wel. Dat vind ik nou even niet zo belangrijk. Dus ik maar wel de cadeautjes van mijn zusje opruimen zo. Oh ja, het hengseltje laat ik heel even inzitten, maar ik krijg het hengseltje bij en parel dingetjes. Ik ga het straks allemaal netjes doen, maar
Zoals ik zei, een beetje tijdsnood. Even daarbij. Dan heb ik nog voor mijn zusje zo'n douchepuff gekocht. Zal wel de factuur zijn. Dan heb ik voor mezelf zo'n heel mooi ringetje gekocht. Ga ik waarschijnlijk met mijn verjaardag zusje opdoen. Dan heb ik nog een hoodie. Met een band erop. Zo. Ja, een gek stofje wel, maar goed. Dit is de voorkant. Dit is de achterkant, dat is het meest bijzonder. Prima. Dan heb ik nog een Halloween tas van Pennywise. Hij is groter dan ik had verwacht. De foto zag er kleiner uit. Hier staat Time to Float en hier heb je dus Pennywise. Heel mooi, heel tof. Dan heb ik nog zo. Zo'n mushroomglas, dat had ik vorige keer dus weggegooid, maar daar zat dus wel iets in. Stom hè? Echt heel stom. Ja, ik hou nu van piepschuim, dus ik ga dat jullie niet aandoen. Dat doe ik straks allemaal zelf wel. Ik weet even niet wat dit is. Oh, dat is mijn tulp pen organizer. Dat moet je zelf nog even in elkaar zetten. En dan ga ik nu niet helemaal doen. Maar ook vast voor mijn nieuwe slaapkamer. Prima, dan krijg ik natuurlijk een doosje niet meer dicht. Altijd zo met die dingen. Ik heb er nog 3 dingen in zitten volgens mij. Ja, nog 3 dingen. Dan zijn we eindelijk klaar. Ik heb nog een ketting besteld. Een statief besteld. Ik laat even alleen de afbeelding zien. Want de statief die ik nu heb, was ik niet helemaal tevreden over. En dan heb ik nog een paar schoenen. En dan is dit het. Geloof ik, ja. Het is wel genoeg hoor. Maar ik heb dus een paar hakken besteld. Dus voor die verjaardag onder andere. Maar ik had er ook nog niet van. Zie je zulke mooie hakken. Het zijn echt wel, het zijn wit. Dat is heel besmettelijk. En dan heb je hier dit zo om je enkel. Prachtig. Ze waren ook helemaal niet duur. Ze waren nu 12 euro. Dus op zich vind ik dat niet duur voor zo'n mooi paar. Dus ik ga het even allemaal opruimen. En dan zie ik jullie graag bij de andere video's. Doeg!